Hoe gaat met die rugby, jong? Kijk, ik ondersteun Vrystaat, dus is ik stil van jaar. Een jaar. Yes, like, dis een lelijke story. Ik is ook eindelijk een Vrystaater, hè. Orange Free State. There's no oranges, nothing is free and their football is in a terrible state. Nee, je weet, ik sê deesdae, ek is nou een groot Vrystaater, want dat is nou ook waar my hartland vandaan kom. Maar om vir die Vrystaat te skreeu deesdae, is soos om my broer in die tronk te hê. Jy weet, ek het 'n ou vriend daar in die westelike provinsie wat nou Noord-Transvaal toe is, maar hy is nou 'n groot bloubil geword. Jy weet, hierdie bloubil, hulle loop ons die hele dag rond. Noord-Transvaal, die bloubil, wagspoor. Daar's een ou daar in Pretoria, wie hy maak sy vrou waansinnig. Want kyk, hulle is, daai manne support hulle team, dit moet jy nou van hulle sê. En hierdie ou loop die hele dag in die huis rond. Noord-Transvaal, bloubil, wagspoor. En hy ignoreer sy vrou totaal en sy sê na hom vir hom, jy weet, jy is liever vir Noord-Transvaal as wat jy vir my is. Hy sê, ek is liever vir die WP's wat ek vir jou is. Maar vertel my daai. Nou het die man... Ja nee, toe sy nou gesettel en hy het getrek met vrou en kinders, maar voor hy nou nog geblauwbil geword het, toe sê hy, vraag my een dag, kom hy my vraag van, hoor hy nou, hoe kan een man nou die kultuur, die Noord-Transvaal kultuur en jou kruis en jou Kaapse kultuur het, hoe maak jy van een Kaapenaar een Noord-Transvaaler? Sê nie, is makkelijk, jy krim sy brein nie, rek sy bek. Ach, ons kan lang gesels oor rugby. Wat wil julle nog weet? Kan ons af julle so 'n bietjie dingetjie doen wat ons nou net geskryf het, kant en klaar. Ons wil het graag vanaand die eerste keer op Spies Plessie. Okay. Ek voel dat hierdie rugbykommentare moet 'n bietjie opgejazz word. Nee, rugbykommentaar klink so 'n bietjie droog partykeer. Nou, wie hoe lekker sal het wees, mens nou rugby uitsaai en so tussendeur, dat jy so 'n bietjie musiek so tussen. Toe te gedog, het sal nou min of meer so klink, as ek nou die dag regtig kan rugby uitsaai en sal het so gaan. Er is een prachtige morgen op Nieuweland, nagenoeg 40.000 mensen saamgepak soos sardinkies en ons verneem, daar is ongeveer nog 20.000 mensen buiten by die hek. Verlang na jou, na die vleel wat sy arms om my vou. So verlang ek as die stitte en die slotte en die hakker in sy tokse oor my gaan. Noord-Transvaal vanmiddag hierdie aanslag van die WP kan afweer. Dit is die groot vraag, maar dit is een prachtige morgen op Nieuweland en die gras soos gewoonlik weer lovergroen. Is die land van Natal wat vir jare groot vlagkor in die Karibeker kragmeting is, maar kom ons bepaal ons aandag by die westelike provinsie. Die center is far, far away, far, far away. En die loskakel is Michiel Doe. Plezier daamoor. Ek kom hier van die boonste stelasie af, maar gelukkig vir my het hy nie baie seer gekry nie. En nou is die manne daar in die middel van die veld en die staatspresident is ook daar en hy skud die hande van die manne. In die Royal Hotel, hy ken ons van amal, hy is amal se pen. Wel, jy moet die bal stel, sê die scheidsrechter van naast boot aan, hy sê naast is jy reg. En naast sê, alles reg, want ek skop alles weg. Naast boota. En hy skop af, er is een lekker hoe een wat hangen, 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 hangen. Hang down your head on doody. This time tomorrow you must die ball at die 10-3 getrek. Dit is Ferreira van die westelike provincie wat om het insit. Hy sit om en wacht vir hom, wacht vir hom. En daar, trek Ferreira, vat jou voet en trek. Trek om neer, skree naast boota, maar ongelukkig is het Jan Lok wat om probeer neertrek. Hy kom nie by hom uit nie, en nou sê naast vir hom, trek jou vinger aan, vat vir Ferreira, trek jou vinger aan. Wat? Die bal prachtig in die lijn staan. Er is Adolf Milan wat so hoog gespring het om na daar die bal te ruik jy katkos en ruik jy kambrok in die hart van die klein karoon. Hier vanavond gaan die WP-manne lekker voel as hulle hier oor van hem kan behaal. Dan het naast boter die bal in die handen en daar trek hy maar met een oop lijn voor hom, besluit hy om die bal te skop. Er is Johan Jenis wat so om sê, man ek wacht die hele tijd vir jou om vir my die bal te pas getrouwd. Goed, ek jylle myne pas getrouwd, skirp ek goed myne pas getrouwd. Die beste marasijn is lekker lepel. Leon man daar in die middel van die veld het baie seer gekry, want Jannie Elf het sommer op die veld gehardloop en hy slaat van naast boter af vol op die mond. Taggie! Ek drink jou mascatel, sit die op my restbank, my
voete op je springbok. Bel hij om neer met een geweldige rechter en daar leeg. Maar gelukkig is die noodhulpmannen onmiddellijk bij je met een bikie waterblommiekie. En die kaap, nou is die kaap weer Hollands. En onmiddellijk is die man wat nou door mekaar was hier heel te mal bij. Een boer bij, een boer bij, een boer waarblommen jaren bij je. Wat blammen je bikie dat die heel achter van die weepje nog laat niet vanmiddag aan die bal gevat het niet. Ik praat natuurlijk van ook Kalahari. Boom, behalve die een keer wat hij palen toe geskop het, staan hij nog een hele zaterdagmiddag daar op hele achterstok. Stoksel alleen, stoksel alleen, ja, stoksel alleen, zaterdagmiddag, middag, luisteraars, en baie welkom hier bij ons. Er is nog geen telling in hierdie wedstrijd niet. En nou skree al die manne, Provence, Dank je. Ja, een beetje later in ons sportnieuws het onze story over die Transvaalse vastkopstit Piet Kreur wat met een stijve arm gelopen is. Hij speelt nu loskop. Zo van sport gepraat, die voorzitter van die Suid-Afrikaanse Rugbyraad, Dr. Dani Kruiven, het vroeger vanmiddag in zijn kantoor op Stellenbosch gesê. Moet niet waar nie, daar kom een tour. Is dit een vijf-nazi-tour, dokter? Excuse? Is dit een vijf-nazi-tour? Nee, dank je. Eén nazi is helemaal genoeg bij dan. Van wat er nazi praat hij nou? Nazi wordt dan natuurlijk. Dokter, ik denk je verstaan mij verkeerd. Moet niet met mij cheeky wees, nee, oké? Okay? Maar dokter, ik verwijs eigenlijk naar die vijf naties: Schotland, Ierland, Wallis, Frankrijk en Engeland. Die vijf blijven staan, daar die vijf naties span zal nooit in Zuid-Afrika om toernie. Maar de rugbyraad heeft nou een andere vijf naties span samengesteld wat wel hier komt toer. Wat er vijf naties? Transkei, Suskei, Wendal, de Boer en Bo Poepetouw, wat de Poep doet het zo aan. Goedenavond en hartelijk welkom bij Potstrop, Topspoor. Ons is baie bevoorrecht om vanavond samen met ons te heen in die atelier. Niemand anders nie as Zand maak een berg van de molsoop Jansen. De eerste doorgang vanavond aan de Vrystaatspan na sy debakel zaterdag aan die Transvaal wedstrijd. Geen wonder hulle dra wit trui aan nie, want lyk my hulle het vrede gemaakt met die Karibekaar. Danny Gerber was soos gewoonlik weer briljant, maar ongelukkig kan die selfde nie van André Joubert gesê word, nee. Daarom voel ek dat ek vanavond graag het door en gee, nie aan die Vrystaatspan nie, maar aan die Transvaalspan, want die Vrystaatspan is op die oomblik swakker as die jaarvergadering van die Vrouwenfederasie. Nog ou groote.